En ik heb dit ontdekt. Kijk, als jij op het toilet zit en je veegt je billen, dan kijk je even op het papier. Dat doen we allemaal. Ja, kunnen we gewoon eerlijk in zijn. Je veegt en dan kijk je even. Dat doen we allemaal. Ja, wie doet het niet? Precies. Iedereen doet dit. Nou heb ik dit ontdekt. Als je kijkt, zijn er maar twee opties mogelijk. Ja, optie 1, papier is vies. Nou, is helemaal niet erg. Dan weet je, papier vies, billen vies. Dus ik moet nog een keer vegen. Ja, met een ander papiertje natuurlijk. Anders wordt het een puinhoop. Maar het gaat om optie 2. Optie 2 is dit. Je veegt, hè? Je kijkt optie 2. Papier is schoon. Dan weet je, oké, papier schoon, billen schoon. Ik kan stoppen met vegen. Maar als jij je billen veegt en het papier is schoon, dan waren jouw billen al schoon. Ja, voordat je die laatste keer ging vegen. Dus je veegt altijd 1 keer te vaak. Ja, maar de echte vraag is nu dit. Durf erop te gokken. Huh? Dus je veegt, je kijkt, papier is vies, maar je denkt, nee, ik denk dat ik het wel heb. Ja? Weet je hoeveel papier wij kunnen besparen? Ja? En wat is het ergste wat er kan gebeuren? Nou, na 10 minuten gaat jeuken. Nou en? Ja? Dan is hij nog vies en dan mag je nog een keer vegen. Ja? En meestal, soms is het zo mooi, weet je wel. Soms dan veeg je de eerste keer en dan kijk je, hé, in 1 keer schoon. Netjes, een soort trots, toch? Van, oh, die laat ik even zien in de woonkamer. Huh? Ik heb gepoept zonder te morsen. Huh? Oh, en die leg ik terug, die kan de volgende gebruiken. Ja, maar meestal is het moeilijker, want dan veeg je zo en dan kijk je en denk je, ja, een klein beetje vies, dan ga ik nog een keer vegen. En dan veeg je zo en dan kijk je en denk je, ja, het is toch een heel klein beetje. Nou, dan veeg ik nog 1 keer en dat is zo raar, want dan veeg je en dan kijk je helemaal bruin. Hoe kan dat dan nou weer? Wat heb ik dan zitten vegen de hele tijd? Mijn rug? Hoe kan dit? Is mijn anus verschoven? Ha, nee. Oké, maar hoe kan dit dan? Maar soms veeg je en dan kijk je de eerste keer. Hé, in 1 keer schoon. Netjes. Oh nee, ik heb nog niet gepoept. Eerst poepen, dan vegen. Ja. Oh, dat is ook belangrijk. Allemaal, eerst. En dan? Ja, ja, ja. En het allermoeilijkste, dat is zo'n uitzichtloos scenario. Dan veeg je de eerste keer en je kijkt helemaal bruin. En je denkt, oh nee, wat heb ik nou dan? Nog een keer eronder door. Ach jongens, wat een bende, doe toch. Wat is er nou aan de hand? Hé, was ik nog niet klaar dan? Hoe kan dit nou? En je veegt nog een keer en je veegt nog een keer. Ja, bungelt daar nog iets of zo? Wat is dit? En het wordt eigenlijk alleen maar erger ook. En je smeert het eigenlijk alleen maar uit. En je veegt en je veegt. En je denkt, hoe kan dit nou? En je veegt. Op een gegeven moment ook een beetje bloed erbij. Abba! Wat is het nou? En je veegt en je veegt. En je voelt je zo eenzaam. Ja, maar niemand komt je helpen. Je zegt, help even. Nee, ik kom niet. Ja, maar kijk dan. Nee. En je veegt en je veegt. En dan die 18e keer of zo. Of misschien de 55ste keer. Afhankelijk van waar je bent begonnen met tellen. Dan veeg je en je kijkt. En het is zo vies dat je denkt, nou, laat maar. Want je kunt er niet tegenaan vegen. Het kost te veel papier. En dan kun je maar 1 ding doen. Ja? En dat is misschien een beetje ouderwets, maar dat is toch eventjes onder de douche met een washandje eronder door morgenochtend.